Maar ja, DEC heeft die Emilio Vink. Die kreeg al 2 cadeautjes. Dit doet hij helemaal op eigen kracht. Een keurige treffer, een hattrick van hem. Zeg je TEC, dan denk je natuurlijk meteen aan Wimilio Vink. De kleine tovenaar van de Tielenaren. Als je kijkt naar de meest waardevolle spelers in de tweede divisie, dan zie je dat middenvelder Vink gewoon het rendement heeft van een aanvaller. Tegen IJsselmeervogels was Vink direct betrokken bij de helft van de schoten op doel. Bovendien creëerde hij in dat duel 6 kansen. Meer dan alle andere spelers van TEC bij elkaar. Ondanks de lage klassering van zijn elftal is Vink bezig aan een prima seizoen. Met 6 assists heeft hij zijn prestatie van vorig seizoen al geëvenaard. Alleen scoort hij vooralsnog iets minder. Toch hebben we ook nog een kanttekening. Vink won namelijk slechts 29% van zijn persoonlijke duels. En dat voor iemand die naast het voetbal personal trainer is. Als je alle doelpunten waarbij Vink direct betrokken was zou wegstrepen, had zijn ploeg nu 8 punten minder. En zou TEC dus al bijna gedegradeerd zijn. Vink is niet alleen de grote smaakmaker, hij is voor TEC nu ook de hoop in bange dagen. Nu is het afwachten of hij ook op mentaal vlak tot de grote jongens behoort.